Het is maart, het is uh, de maand van de vrouw. Nu, we zijn 52 procent van uh, de wereldbevolking. We zijn een meerderheid, geen doelgroep meer. Een uh, meerderheid om rekening mee te houden en om eindelijk uh, degelijk te behandelen. Ik ga uh, naar New York voor uh, het UN-congres State of the Women. En uh, mijn staat is momenteel minder positief. Ja? Na een, uh, enkele dagen na een stuk aanvallen, seksistisch. Racistisch. Sexistisch als zijnde holvat, lege doos. gleuf, dikke trut. Onnozelletrien. Racistisch, moslimhoer. Zandbakvlo. Zandneger. Uw vuile soort. Met uw soort kunnen we niet ranzig genoeg zijn. Aandachtshoer, Poedelkop. En ga zo maar door. Wel, beste mensen. Ja. Normaal gezien, zwijg je. Ga je door. Denk gauw uit, de types die dat doen, die weten niet beter, zijn gefrustreerd, moet blijven gaan. Maar eerlijk, dat is exact wat ik niet kan doen. En mensen hebben mij gewaarschuwd toen ik in de politiek stapte. En ik heb altijd gezegd: van Kijk, ik weet dat dat een harde steel is, ik weet dat dat een harde sector is en het hardste in uw eigen partij. Maar ik had zoiets van: weet je, ik maak dit al eerder mee. Ik maak dit al tien jaar mee. Want als je op de barricade staat, dan maak je dat mee. Dan krijg je de wind van voren. Maar het wordt erger en erger. En ik besefte hoeveel vrouwen dit elke dag meemaken. Wij die met onze vinger wijzen naar andere landen en continenten. Van hoe we met vrouwen moeten omgaan. Vrouwengelijkheid. Wel, als je dit over u heen krijgt, dan denk ik, verdomme, we gaan niet meer zwijgen. En ik ga ook de waarheid zeggen. Het zijn zo goed als altijd witte mannen die dit doen. Net zoals het heel vaak witte mannen zijn die voor mij opkomen. Maar te weinig. Veel te weinig. Want wat wij doen als omstanders is vaak zwijgen. In de wandelgang je elkaar wel aanspreken van zeg, gaat het? Ben je oké? Okay? Jawel, nee. Niet oké. Okay. Maar morgen staan ik er weer. We zijn maar zeker van. Maar je dacht niet oké okay om hierover te zwijgen. Het is net zoals voor kinderen gepest worden. Wat zeggen wij? Dat de pester niet aanspreekt, dat dat even erg is als de pester zelf. Maar wat doen wij? Opnieuw, wij zwijgen. En nogmaals, ja, politiek is, uh, is hard. En ik heb gezegd, ik ga heel hard werken, maar ik ga niet hard worden. En daarom durf ik deze ook doen en opnieuw ga ik waarschijnlijk een hele vlag over mij heen krijgen en toch doe ik deze. Toch doe ik deze, want niks mis met je kwetsbaar opstellen. Niks. In kustbereid zit vaak een schoonheid. En als er in die politieke wereld, wereldwijd, niet meer leiders gaan opstaan die ook dat durven laten zien, welk beeld geven we dan aan onze maatschappij? Hoe gaan we dan om? Met welzijn. Welbevinden van mensen. Als we zelf al niet opkomen voor elkaar. Kijk, er zijn heel veel zaken in de politiek die moeten veranderen. Onder andere particratie. Ja, transparantie. Integriteit. Maar voor wij staat het opkomen voor elkaar gaat dat veel verder dan de partijgrenzen. Daar staan geen partijgrenzen over. Ik kan heel hard verschillen van mening. Ideologisch zelfs heel hard verschillen. Maar ik zal het niet toelaten dat mensen persoonlijk worden aangevallen. En dat is wat wij te vaak doen. Heel veel kleine stemmetjes die verloren gaan in het duister, in de woestijn. In plaats van dat wij samen één stem zijn. Om te laten weten, tot hier. En af. En we zijn altijd selectief verontwaardigd. We komen altijd op. En alleen voor de dingen die ons aanbelangen. Een selectieve verontwaring ben ik ook bij. Die vind ik ook bij. Dus ook daar heel specifiek. Dat ik dacht, ik, ik ga deze boodschap gewoon weg opnemen. Hoe, hoe, uh, hoe slecht ik mij vandaag ook voel. En tegelijkertijd, I'm good. Zoals ik altijd zeg, I'm okay. Morgen een nieuwe dag. Ah, dat maar zeker van, it doesn't kill you makes you stronger. Dat is waar. Ik ga gewoon door. Mensen die denken dat dit uh, mij gaat stoppen, n -n -n. maar het is wel belangrijk. Om de boodschap te verspreiden dat het niet oké okay is om dit zomaar toe te laten en om te zwijgen. Daar ga ik niet mee akkoord. En ik moet altijd naar mezelf kijken. Vandaar dat ik ook deze video opneem en die boodschap ook verspreid en bij deze ook een vertonde shout-out naar al die sterke vrouwen. En misschien is sterk eigenlijk het, het, het verkeerde woord. Vrouwen die uh, elke dag op de barricades durven staan en spreken. En alles over zich heen krijgen. Want als je, je afvraagt waarom heel veel vrouwen eigenlijk niet kiezen voor een bepaalde publieke functie, waarom heel veel vrouwen niet kiezen om in een tv-studio te gaan zitten, dus we altijd dezelfde mannen op ons tv-scherm krijgen. Dat is exact hierom. En diegenen die dit zullen ontkennen, zullen waarschijnlijk voornamelijk opnieuw dezelfde mannen zijn. En ik geloof heel hard dat het, nog altijd, dat het een minderheid is, maar het is wel een luide minderheid. Omdat wij als meerderheid gewoon zwijgen. Dus voor mij, beste mensen, een, 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 een dikke shout-out ook naar, naar al die vrouwen waarvan ik ook weet dat die heel veel over zich over heen krijgen. Uh, van activisten, politici, wetenschappers, academici, het maakt niet uit, ondernemers. Een shout-out naar de Dalila Hermans, uh, Jasmina Siri, Fleur, uh, Isabelle van Jump, uh, Eva Brems. Uh, oh, we hebben nog uh, zoveel vrouwen. Heidi de Pauw, Elke Jurisse, Vrouwen die er elke dag staan. Gwendolen Rutten heeft heel veel te verduren gekregen. Nogmaals, je moet het niet eens zijn met mensen om voor mensen op te komen. En zo zijn er zoveel meer. Ashida Lamrabat, uh, goh, uh, Lien van Rooyen die het op haar manier doet. Angele, de, de, de zangeres die opkomt. En uh, zoveel meer. Voor die vrouwen, dikke shout-out. Merci om elke dag toch terug op te staan en uw stem te laten horen. En ik weet hoe het is, ik weet hoe het voelt. Het is uh, hard, het is uh, moeilijk. Um, maar we, we zitten stappen vooruit. Stoppen gaan, gaan we niet doen, integendeel. Mijn vraag is vooral: wees luider. Wees mee meer. En vooral als omstaander support. Dat is wat wij moeten doen: elkaar steunen.